Ik ben van het bedrijf geen lijfeigene. Ja? En men kan me niet dwingen tot dingen waarvan de grondwet zegt van jongens, dat mogen jullie niet. Waarom bent u destijds ontslagen? Ik werd toen door mijn toenmalige werkgever gevraagd om samen met een collega voor een week naar Amsterdam te gaan, naar BP, om daar wat werkzaamheden te gaan uitvoeren. Er werd verder niks gezegd over risicogebieden, et cetera, et cetera. Wat voor werk ging je daar doen? Als brandwacht. Ja. Dus toezichthouder op de veiligheid. Ja. En daar werd dus niks gezegd van risicogebieden of van besmette grond, et cetera, et cetera. En in de middagpauze kwam toen de coördinator ter plekke kwam aan. En die zei van, jongens, BP eist van ons dat wij van iedereen bloed laten afnemen ten behoeve van een zogenaamde nulmeting. Dat heet, men kijkt bij die eerste bloedafname of men überhaupt lood in het bloed heeft en de concentratie daarvan. En aan het einde van de rit, dus na het einde van de werkzaamheden, volgt er dan een tweede bloedafname om te kijken of daar een verschil in is. Ja, ja. En die bloedafname heb ik geweigerd. Oh, waarom? Omdat een werkgever naar de Arbo-wet, artikel 5.5, al verplicht is om mij mede te delen dat ik in contact kan komen met gevaarlijke stoffen. Dat is hij gewoon verplicht. Ja. Ja. Dat had hij wel van tevoren mogen vertellen. Is hij trouwens ook verplicht volgens de Arbo-wet. Ja. Daar ging hij gewoon overheen. En om dan ongevraagd iemand te dwingen tot een bloedafgave? Nee, dat... Nee. Hij is ontslagen op grond van het feit dat hij geen bloedtesten wilde laten afnemen. Kan dat zomaar? Ja, want het is gebeurd. Dus het kan zomaar. De werkgever heeft een goed verhaal als hij zegt, wij moeten die nulmeting doen. Dat heeft te maken met aansprakelijkheid. Wij stellen je ergens te werk waar je extra aan lood wordt blootgesteld. En wij willen voorkomen dat we achteraf, dus jaren later, alsnog worden geconfronteerd met de mededeling dat wij aansprakelijk zijn voor de blootstelling aan lood. Daarvoor hebben wij een methode die eigenlijk tamelijk eenvoudig is. We doen een nulmeting bij het begin van de klus en we doen weer een meting aan het eind van de klus. En op het moment dat dan je loodgehalte is verhoogd, dan weten we dat we aansprakelijk zijn en kunnen we dat ook oplossen. Het doet een beetje denken aan de zaak van een bouwvakker die weigert een helm te dragen. Waarop de werkgever zegt, ja, maar je moet die helm dragen, nog los van de Arbo-wet die mij ertoe verplicht om jou die helm op te laten zetten. Dan ben ik anders gewoon aansprakelijk als je het op je hoofd krijgt. Nee, dat wil ik niet. De bouwvakker zegt, ja, maar ik ben niet gehouden om een helm te dragen. Of de werkgever zegt, nou, dan krijg je dus ontslag op staande voet. Ook daarvan heeft de rechter gezegd dat dat klopt, dat ontslag op staande voet. Ja, nou, dat speelt hier natuurlijk eigenlijk net zo. Zij dat het afnemen van bloed een grotere inbreuk is op je lichamelijke integriteit dan het dragen van een helm. Maar nog steeds als een werkgever een groot belang heeft bij het afnemen van het bloed, zul je als werknemer wel een echt goed verhaal moeten hebben om je daartegen te verzetten. Men heeft dus van een weigering tot een bloedtest, heeft men een werkweigering gemaakt. En op grond daarvan ben ik op staande voet ontslagen. Vanaf mijn post werd ik naar binnen geroepen. Ja. En kreeg van het hoofdkantoor kreeg een telefoontje tot ik, om het heel kort te zeggen, op kon rotten. Ik moest maar zien hoe ik terug naar huis kwam, et cetera, et cetera. Het interesseerde hun niet. Van het ene op het andere moment zeiden ze, u kunt oprotten. Ja, met die woorden. Met die woorden? Ja. Vindt u het eng, een bloedprik? Nee, dat heeft met eng niks te maken. Het heeft ermee te maken dat een werkgever zijn mensen fatsoenlijk moet inlichten. En niet achteraf zeggen van, ja luister, als ik dat de mensen vertel dat ze daarboven een bloedonderzoek moeten gaan doen, ja, dan krijg ik daar niemand mee heen. Dus men weet dat mensen daar nee tegen gaan zeggen. Meneer Haan heeft helemaal niet uitgelegd wat nou zijn principiële bezwaar is tegen het afnemen van bloed. Terwijl zijn werkgever wel heeft uitgelegd welk belang hij heeft bij het afnemen van dat bloed. Ja. En op het moment dat je alleen maar zegt, ik wil het niet, maar niet uitlegt waarom je iets niet wil, dan is het beroep op grondrechten of op ontastbaarheid van je lichaam natuurlijk toch een beetje een loos beroep. Is dat zo? Ja. Moet je dat dan gaan uitleggen waarom je iets vindt? Je moet belangen. Een rechter moet belangen kunnen wegen. Op het moment dat er belangen gewogen kunnen worden, dan zie je precies en kan de rechter ook heel goed wegen welk belang het zwaarst zou moeten wegen. En grondrechten wegen als uitgangspunt zwaar, want daarvoor zijn het grondrechten. Ja. Maar ze zijn niet zonder meer zo zwaar dat belang altijd wint. De rechter was van oordeel dat ik had moeten aantonen, of tenminste mijn werkgever had moeten verklaren, waarom dat ik niet wilde dat mijn bloed afgenomen werd. En nogmaals, daar komen we weer op artikel 11. Ik geloof niet dat ik daar nog grote verklaringen aan hoef af te leggen. Als ik dat niet wens,
en het staat in de grondwet, dan wil ik dat niet. Nee. En daar vind ik, heeft ook een fatsoenlijk werkgever zich bij neer te leggen. Je kunt tegen de overheid zeggen, ik heb vrijheid van meningsuiting, of vrijheid van het recht op onantastbaarheid van mijn lichaam. Dus ik mag zeggen wat ik wil, u mag niet aan mij zitten. Maar ten opzichte van een werkgever geldt dat natuurlijk niet. Je kunt niet tegen je werkgever zeggen, ik mag zeggen wat ik wil, dus nu ga ik vertellen wat er allemaal mis is in het bedrijf. Ja, ja. Dus de grondrechten gelden eigenlijk alleen maar onvoorwaardelijk ten opzichte van de overheid. Dat is het hele punt. Dus het is eigenlijk een misverstand van meneer Hanen dat hij denkt dat hij bij de rechter ze gelijk zou kunnen halen. Nou ja, het is een misverstand als hij denkt dat hij zomaar ze gelijk kan halen, alleen maar omdat hij een soort een grondrecht heeft waarop hij zijn beroep steunt. Heeft u inmiddels alweer nieuw werk? Nee. Nee? Ik ben door dat voorval van mijn toenmalige werkgever zo diep in de put geraakt dat ik ben afgekeurd geworden. Ja. U kunt niet meer werken? Nee. Wat zijn uw klachten? Zwaar depressief. Ja. Slapeloosheid. Allemaal als consequentie van uw ontslag. Ja. Dat het uiteindelijk tot ontslag lijkt, begrijp ik wel. Want die man kan gewoon niet worden ingezet bij een klus die werkgever heeft. En daarmee kan hij gewoon niet zijn arbeid doen. En als hij zijn arbeid niet kan doen, leidt dat er vervolgens toe dat hij gewoon ontslagen moet worden. Ja. Daar heb ik ook niet veel moeite mee. Wat ik lastiger vind is of het je beroepen op een grondrecht kan leiden tot een ontslag staande voet. Ja. Nou, dat zou toch niet moeten kunnen op het moment dat je als werknemer kunt uitleggen waarom je je beroept op dat grondrecht. Ja. En het is jammer dat hij daar niet wat meer werk van heeft gemaakt. Ja. Ik ben toch wel een ontstellende jurist af en toe. Hè? Oh ja? Ik geef nooit duidelijk antwoord. Dus alles heeft weer twee kanten. Ja, dat is, in dit geval is dat echt een beetje zo, vrees ik. Ja. Nou ja.